Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Mijn gast vandaag is Sean Stalting. We gaan vandaag met hem praten over een challenge waar hij aan heeft meegedaan van Datasuur. Daaruit is hij als eerste uit de bus gekomen. En zijn winnend project heeft zodanig aandacht gekregen dat hij van plan is om dat verder te ontwikkelen naar een applicatie die we allemaal in ons dagelijks leven zouden kunnen gebruiken. We gaan vandaag dus kennis maken met Sean en hem de gelegenheid geven om meer te vertellen over zijn winnend project dat waarschijnlijk, hopelijk, over niet al te lange tijd gelanceerd zou kunnen worden in Suriname. What we need is a little Q-time. Sean, goedemorgen, welkom erbij. Yes, goedemorgen, dankjewel. Zoals ik al zei, je bent bezig met een van de jobs van de toekomst, hè? Het digitaliseren van de informatie die eigenlijk een brood nodig is. Mensen vervangen door robotten. Ik weet niet als dat... Nee, oké, grapje hoor. Vertel ons wat meer over jezelf, Sean. Ja, klopt helemaal. Dus de naam is Sean Stalting. Ik ben webdeveloper. Dat doe ik dus als werk. Ik ben ook kunstenaar. Ik was 2 jaar gestopt en ben ik waarschijnlijk ergens in juli weer begonnen. En tot nu toe ben ik daar nog bezig mee. Waarmee ben je gestopt? Met kunst? Kunst, ja. Oké. Okay. En wat voor kunst doe je? Ik schilder. Oké. Okay. Ik doe ook aan spray paint art. Ja. Mm-hmm. Ja, okay. Dat is ook een ding. Ja. Oké, okay, gaan we door met je verhaal. Yes. En ik ben ook nog student, ik op PTC. Ik zit nu in de derde, bezig met mijn laatste periode. En dan volgend jaar begin ik dan met mijn vierde en dan ga ik afronden. Maar dat is het zo een beetje dan. Oké, wauw, nice. Je bent best met veel bezig. Ja, klopt. Ja, dat okay. Is dat wel. Maar leuke mix en match. Vertel ons over de competitie van Datasuur waaraan je hebt meegedaan. Yes, dus de naam was National Web Development. Die Datasuur had georganiseerd met wat partners. Daar heb ik dus de eerste gewonnen en het idee van mij, de naam die ik toen gebruikte was Bos Roetrekker van Suriname. En dat is dus eigenlijk een webapplicatie die het handig maakt voor mensen die dagelijks de bus nemen of nog de bus nemen. Het geeft je eigenlijk meer controle. Waarom? Omdat je dan alle busroutes gelijk op een map kan zien. Je kan eigenlijk dan gaan bepalen waar je kan gaan, waar je wilt gaan en ook waar je bent. Omdat je huidige locatie, dus je huidige locatie wordt opgedate in real time. Dus als je gaat lopen met de applicatie op je telefoon, dan weet je ook precies waar je bent. En dus dan maakt het gewoon een beetje handiger, omdat je dan ook geen straatnaam hoeft te gaan onthouden. Dus waar je bent. Dat heeft zoveel voordelen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Er zijn twee challenges, zou ik zeggen, aan het gebruik van deze applicatie. Eén is, je zou kunnen zeggen, dan is de aanname natuurlijk, dat iedereen die op dit moment de bus gebruikt, vrijwel lineair gaat van A naar B. En eigenlijk die route al kennen. Ja toch? Ze weten precies. Ja. Lijn 70, lijn 35 en die twee moet ik nemen. Dus eigenlijk zou dit handig zijn voor mensen die buiten hun route ergens een keertje naartoe moeten. Of toeristen of zo. Ja, of, ja toch? Ja. Zoiets. Klopt, maar omdat ik dus eigenlijk van plan ben om meer features bij te adden, dan wordt het wel handig voor iedereen, zou ik zeggen hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Tweede is dat je om hiervan gebruik te kunnen maken, waarschijnlijk internet moet hebben op je telefoon. Ja, klopt. Dat is het. Ja, en dat is voor, denk ik, een heleboel mensen die met de bus reizen nog steeds een challenge. Ja, ja. Dat is echt een challenge. Okay. Ja. Dus wat gaan we daaraan doen? Je zucht, ik weet het. Ik plaag je. Het is niet jouw probleem om op te lossen, maar het is natuurlijk wel een uitdaging. Ja, ik dacht er al aan, you know, maar het is lastig om iedereen gewoon die internet te geven natuurlijk. Nee, waarom niet? Waarom is het lastig? Wie vindt het lastig? Ik vind het niet lastig. Ik heb er geen last van. Het moet betaald worden. Dus betaald worden, ja. Maar ik vind het niet lastig hoor. Ik vind het een prachtig idee. Ik vind eigenlijk al lang dat het moet. Maar waarom vond je het belangrijk om deze applicatie te maken?
Ik ben eigenlijk na gaan denken over bepaalde problemen die we nu hebben, zeg maar. En ik had eigenlijk twee ideetjes, maar ik heb uiteindelijk toch voor deze gekozen. Omdat heel veel mensen de bus gebruiken. Ja, en voor Suriname, zeg maar, we zijn toch nog op een bepaalde level. En als je, zeg maar, hiermee verder gaat, dan breng je het op een iets hogere level, zeg maar. Nee, ik ben niet aan het discussiëren dat het niet nodig is. Hè. Ik denk dat het hartstikke nodig is. Ik denk dat het de eerste stap is. En het is heel erg mooi dat dit van zo'n jonge Surinamer moet komen. Om eigenlijk onze busroutes en het hele traject van hoe openbaar vervoer in Suriname werkt te organiseren. Te inventariseren, te organiseren en om te zeggen, hey, dit is de eerste stap naar professionalisering. Dus dat vind ik geweldig dat je dat hebt gedaan. Dus alvast mijn complimenten daarvoor. Ik vind het heel slim. En eigenlijk is het een schande voor de mensen die inderdaad dit aan het doen zijn. Want dit had eigenlijk al lang moeten gebeuren. En het had niet van jou moeten komen. Het had gewoon van hun moeten komen. Maar nu heb je natuurlijk een prachtig product. Wie helpt jou om dit nu verder uit te bouwen? Ja, ik zit er eigenlijk alleen. Je doet het alleen? Okay. Ja, op welk niveau ga je dit aanbieden aan iemand, het ministerie van Openbare Werken of aan transportorganisaties? Ja, dus ik wil nog bepaalde opties erbij zetten. En zeg maar, deze opties zijn dus namelijk, ik dacht eraan om zeg maar GPS-devices in alle van deze bussen te gaan plaatsen. En dan, dit gaat dan samenwerken met de website. Als je dat hebt, kan je dan ook, zeg maar, in real time zien waar bepaalde van de bussen zijn. Waarom is dit handig? Omdat je dan niet meer de bus zo makkelijk kan missen. Je kan plannen als je gelijk uit huis zou moeten gaan of niet. Dus zulke dingen. Maar dit is iets ik zeker wel erin wil plaatsen. En dan pas zal ik waarschijnlijk wel op zoek gaan, zeg maar, naar een samenwerking van bijvoorbeeld de ministerie. Ja. Oké, ik vind het echt geweldig wat je hebt gedaan, hoor. Ik vind het very nice. Doe je dit nu als hobby om dit door te ontwikkelen? En hoeveel tijd denk je dat je nog nodig hebt om het uit te ontwikkelen totdat je ready bent om het aan te bieden? Ja, dus nu is het wel nog steeds gewoon als een hobby. In mijn free time werk ik gewoon eraan, nog steeds. Ik denk wel dat het me zeker nog, want ik eigenlijk, kijk, er is volgens mij vorige week een artikel erover geplaatst op Facebook. En ik heb naar alle comments gekeken, et cetera, commentaar. En men vindt van, hey, het is echt nodig. Dus ik wil het zo snel als mogelijk doen. En ik wil mezelf dan gewoon nog een maand geven, zeg maar, om deze extra opties erbij te plaatsen. Oké. Raak je daardoor wel geïnspireerd als je de comments leest om inderdaad, weet je, flink verder te gaan om het af te ronden? Ja, ik word wel geïnspireerd. Af en toe heb je wel een paar lastige comments daartussen. Maar het zorgt wel zeker wel voor inspiratie. Je moet zeggen, die lastige comments horen erbij, anders is er geen balans. Dus laat ze maar waar ze zijn. Ik vind het goed, maar ik vind het echt geweldig dat je dit doet. Ik wil eigenlijk bijna jou vragen, wat is je volgend project? Die heb ik nog niet in mijn. Ik geloof je niet dat je het nog niet hebt. Je wil ons gewoon niet vertellen, maar het is niet zo erg. De volgende keer gaan we je uitnodigen voor een ander gesprek. Dan kan je ons je volgend project wel delen met ons. Maar ik weet zeker dat je echt wel meerdere ideeën hebt in je hoofd voor wat innovatie betreft. Ja, dat wel. Ja, dat is bang. Je hoeft ons niet te vertellen nu. Wanneer het zover is, dan horen we het wel. Jij hebt dus nu nog een maandje nodig om je product uit te ontwikkelen. En dan gaan we waarschijnlijk andere artikelen zien verschijnen. Want dan heb je het aangeboden. En hopelijk doet iemand er iets mee. Maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè? Yes, heb je het daarvoor gemaakt, dat je toch wel hoopt dat echt het instituten het overnemen, zodat het daadwerkelijk ook echt een beetje organisatie brengt op die busroutes? Ga je eerlijk zeggen? Nee. In het begin was ik niet echt bewust van waarmee ik bezig was. Na de challenge heeft iemand me, zeg maar, opgebeld, een goede vriend van me. En heeft me bepaalde dingen gewoon bewust gemaakt van, hey, dit is echt goed. En wat je allemaal ermee zou kunnen doen, et cetera. En dan
zo ben ik, zeg maar, bewust van geworden. Ja, nee, ik denk dat je, ongelooflijk hoor, ik denk dat je naar je vriend moet luisteren. Want ja, dit is bijzonder. I really hope it comes to be on the right place at the right person. Want ik denk dat het daar een heleboel mensen mee gaat helpen. Oh. Ja, laatste vraag. Reis jij ook met de bus? Nee, niet meer. Leg het aan. Niet meer. Okay. Maar je hebt het wel eens gedaan, dus waarschijnlijk was dat een van de redenen geweest waarom je dit belangrijk vond. Ja, zeker. Oké. Okay. Sean, hartstikke bedankt. Heel erg veel succes. Je hebt nog een jaar school, dus ik zou zeggen, zet hem op. Maar ik reken erop dat het goed komt. En we kijken uit naar nog meer innovatie vanuit jouw kant. Dank je wel. Ja? Succes ermee. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Ja, ik denk wel dat het goed gaat komen. Weet het zeker dat het goed gaat komen. Ja. Gewoon doorzetten. Ja, ik ga het best doen. En als je de moed wil opgeven, lees die positieve comments. En dan krijg je weer een beetje energie om door te gaan. Zeker. Oké. Okay. Is goed. Dankjewel, Sean. Bye. Yes, bye-bye. Dat was het gesprek met Sean. Prachtig initiatief. Busroutes in kaart brengen, zodat mensen kunnen plannen, beter kunnen weten, er inzicht komt in wat er allemaal bij onze busroutes aan het gebeuren is. Maar meer nog een tool voor mensen die zich met het openbaar vervoer willen verplaatsen. We wensen Sean heel erg veel succes toe vanuit deze plek, om inderdaad met deze prachtige innovatie het op de juiste plek terecht te laten komen. Zodat heel veel mensen hiervan kunnen genieten en ervan kunnen profiteren. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.